Wist je dat 1 op de 3 vrouwen in haar leven te maken krijgt met geweld? Simpelweg omdat ze een vrouw is? Ook in de digitale wereld krijgen vrouwen te maken met haat, geweld en bedreigingen. Online haat richting vrouwen neemt veel verschillende vormen aan. Zo ontvangen vrouwen online niet alleen veel meer haatberichten dan mannen, maar worden ze ook geïntimideerd, bedreigd of zelfs gestalkt. Uit onderzoek blijkt dat veel van de vrouwen die te maken krijgen met online haat of geweld hun mening vaker voor zich houden. En wanneer vrouwen niet vrij mee kunnen doen aan het publieke debat, dat steeds meer online plaatsvindt, hebben we een groot probleem. Sociale media spelen hierin natuurlijk een grote rol. Nu bepalen zij of iets wel of niet online blijft staan. Maar ook de autoriteiten lijken niet altijd adequaat in te grijpen. Degenen die het overkomt, staan vaak met lege handen. Ik vind dat dit anders moet. Daarom ga ik werken aan Europese wetgeving die online geweld tegen vrouwen strafbaar stelt in heel de EU. Daders zullen er dan niet meer zo makkelijk mee wegkomen. Daarnaast wil ik dat de rol van sociale media wettelijk wordt vastgelegd. Illegale content zoals wraakporno en doodsbedreigingen moeten zo snel mogelijk offline worden gehaald. Ook moeten platforms altijd reageren op meldingen van online geweld en moeten ze beargumenteren waarom iets wel of niet offline wordt gehaald, zodat je in beroep kunt gaan. Maar ook met z'n allen kunnen we hier iets aan doen. Realiseer je dat je acties op internet reële consequenties hebben. En laat je vooral niet monddood maken wanneer je te maken krijgt met haters. Op onze website vind je meer info, een toolkit om je te helpen te reageren op online haat en meer tips.